Voorzitter, ik herinner mij de uitspraak van de minister-president uit vorig jaar maart nog goed. Hij zei, de ondernemers zullen niet in de steek worden gelaten. En tegen ondernemers die financieel en emotioneel het water aan de lippen staat, zeg ik, als de steunpakketten zijn afgelopen, zeggen we niet opeens, zoek het maar uit. En voorzitter, het kabinet kwam de toezeggingen na. Maar de vraag is of de steunpakketten niet te snel en te abrupt worden afgebouwd. Met de volledige afschaffing van de NOW, de TVL en de TOZO wordt de complexe realiteit, voorzitter, geen enkel recht gedaan. Want ik vind het iets te gemakkelijk als het kabinet zegt, de coronacrisis is voorbij. De afgelopen jaren hebben we eigenlijk weinig bedrijven hier zien gaan en we zien dat de economie enorm aantrekt. En de vraag is of dat nou rechtvaardigt dat we de plannen zoals ze er liggen met elkaar moeten goedkeuren. Maar ik heb het idee dat het kabinet volledig voorbij gaat aan de problemen waar de bedrijven de komende jaren tegenaan gaan kijken. Ondernemers hebben met de NOW en de TVL, met uitgestelde belastingen, met leningen bij schuldeisers, maar ook met het verkopen van activa en het weer terughuren of terugleasen, hebben ze het hoofd boven water weten te houden. Maar ze hebben geen eigen vermogen meer, of zelfs een negatief eigen vermogen. Ze hebben pensioengelden ingezet, een tweede hypotheek genomen, eigenlijk alles om overeind te blijven. En ze hebben samen zo'n 20 miljard euro aan coronabelastingsschuld openstaan. En neem bijvoorbeeld de horeca, de detailhandel en de sport en recreatie. Uit onderzoeken van het CPB en DNB blijkt dat deze sectoren zelfs een negatief eigen vermogen hebben. Oftewel, eigenlijk zijn ze technisch failliet. En voorzitter, de schulden in deze sectoren zijn dermate hoog opgelopen. En we zien ook met de invoering van de coronapas dat daarmee het einde nog niet in zicht is. En hoe lang denkt de minister dat ondernemers dit volhouden? En is er wel werkelijk sprake van normale ondernemerssituatie? En voorzitter, die coronapas, u weet dat mijn partij daar geen voorstander voor is. Het beperkt ondernemers in het kunnen ondernemen. Overigens staan alle seinen op groen. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames rechtvaardigen die beperking niet. Een andere grote verliezer, voorzitter, is de reisbranche, heel specifiek. Ze hebben vaak te maken met een negatief eigen vermogen. 70% van alle bestemmingen is nog op basis van overheidsbeleid gesloten. En met name reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in bepaalde landen zoals de Verenigde Staten, ja, die kunnen echt gewoon niet door. Zij kunnen door die strikte reisbeperkingen geen kant op. En ik vraag me dan ook af, als we de nieuwe regeling met elkaar bespreken, waarom nachtclubs daar wel voor gecompenseerd worden en reisorganisaties niet. En voorzitter, dat geldt ook voor de taxichauffeurs. Het is een groep die in het begin van de coronacrisis echt genegeerd is. Er is een groep waarvan het eigen vermogen inmiddels ook compleet opgebrand is en die ook enorme nadelen vindt van het feit dat mensen steeds minder bewegen. Meer thuiswerken, verplichte sluitingstijd van de horeca. En dat betekent dat er ook taxichauffeurs zijn die enorm afhankelijk zijn van het nachtleven. En als dat er niet meer is, dan valt dat ook weg. En waarom worden taxichauffeurs, voorzitter, niet gecompenseerd en nogmaals de nachtclubs wel?